bereid je jezelf het best voor op de Vierdaagse? En hoe prik je je eigen blaren door? Tijdens de informatiebijeenkomst in de praktijk van de chiropractor Alain Harter maandagavond wordt de Vierdaagse loper van alle info voorzien. Vanavond hebben we informatiebijeenkomst over de Vierdaagse. Wat we zien vaak is bij de eerste hulp, er zijn lange lijnen voor blaren prikken. En wat wij hopen door de informatie vanavond, we kunnen dat die lange lijn voorkomen. Of zeker met onze patiënten dat laten voorkomen. Om zijn te leren hoe zijn eigen blaren kunnen prikken. Maar ook hoe zij zijn blaren kunnen voorkomen met de goede spul. Mensen kunnen blaren voorkomen. Komen met droge sokken mee te nemen. Ze kunnen ook zorgen dat ze loopt niet in natte schoenen. Dus om de dag schoenen wisselen kan ook heel belangrijk zijn. Zeker als er regen is of ze zweet veel. Als mensen wordt overbelast in zijn spieren, als ze voelt moe of als ze voelt duizelig of misselijk tijdens de Vierdaagse. Deze zijn dingen wat kan later tot gevaar leiden. Niet alleen het lichamelijke houding, maar ook het geestelijke houding is belangrijk tijdens de Vierdaagse. Het is een zwaar lichamelijk evenement, maar ja, je zit 4 dagen lang in massalen van mensen gewoon te feesten. Maar je moet ook gewoon een leuke sfeer zelf voelen.